Welkom allemaal. Zeg eens even hallo tegen mijn kijkers. Hallo. Hallo, ik ben hier vandaag met Pieter. Nee, grapje. Ik ben hier vandaag met Sis. En we waren lekker hier aan het rijden. Maar Sis die had per ongeluk de verkeerde locatie ingeklikt. Hè? Ja. Loser van Sis. Ja, ging gewoon per ongeluk, man. En toen heb ik volgens volgens die boom ingereden. En toen was het kapot. Ja, man. Lekker. Ja, we reden vanaf naar boven volgens die boom in. Toen was de vering kapot en toen hebben we hem geduwd. En de ANWB wil ook niet komen. Ik ga nog één keer bellen. Geluid. Ik ga nog één keer appen. Onze auto is... Eigenlijk, als je een auto voorbij komt, dan moeten we je eigenlijk stelen. Wacht. Daar heb ik iets heel leuks voor. Wacht even. Maak je hoeken? Ik zou het niet doen, vriend. Huh? Ik zou het niet doen. Oh shit, de heilige vinger in mijn poep. Deze guy is echt niet normaal. Jij hebt volgens mij echt mentale achterstand, jongen. Jezus Christus. Zou je denken? Ja. Bro, jij moet sowieso ergens in ik kan het niet eens uitspreken, omdat het gewoon Belgisch is. Vlaamingen. Vlaamdingen. Echt stikkerin, alsjeblieft. We kunnen lopen naar het dichtstbijzijnde punt waar ik een nieuwe auto kan laten spawnen. Niks op Grieks zou je spieren. Hehe, wees maar bang, makker. Of deze gaat los in je poep. Klik zo goed, ja. What the fuck? Wat? Klik zo op de Griekse ijsbier nog een keer. Hier, via de lucht. Kan je hoeken? Ik zweer het je. Weet je dat zeker? Nee. Klik op de Griekse ijsbier. Op Griekse, hè? What the fuck? Klik op de Griekse ijsbier. Nu klik op de Griekse ijsbier. Godverdomme, payback! Zo, lekker knuffel hoor. Ja, echt heel sick hoor. Echt heel groot. Oké, maar kom, ik stel voor om het dichtstbijzijnde punt te runnen. Gaan we dat doen? Wacht. Ja, wacht. Ja. Weet je wat? Ik zei, spier. Nou, oké, kom. We gaan gewoon... Ja, we gaan. Ewa, broeder. We gaan beland. Oh yeah! Sjeske de rat, jongen, gadverdamme. De rat? Ja, ik ken dat niet. Jawel. Godverdamme. Waarom moeten we ook precies onze auto hier kapot gaan? Dit kutveld. Er is ook niet één taxi online of zo. Wat een kut hier ook altijd, zeg. Godverdomme, zeg. Ja, dit is niet handig. Kut. Dit is niet echt de perfecte plek om het water in te springen, want hier staat de tering hoog. En daarom gaan we erin springen. We hebben scheid. Ja, jongen. Ik heb niet voor niets, meisje. Jij hebt niet voor niets, sis. De gebroeders.
We zijn gebroeders. Jumpana. Sis! Oh fuck. Oh fuck. Even bellen. Oeh, dat klinkt niet best. Help! Help! Okay. Ik ben in het water, man. Godverdomme. Ik Hallo? Sterf Bro, ik was bijna verdronken, mijn lucht was bijna op, man. Shit, kom. Hier, kom even. Oh, top. Oh, ja. Yeah. Ik ben in je leven nog. Kom, we gaan weer. Oh. Ik zeg nog, we moeten niet het water inspringen, maar wat doen we? Ik zwem gewoon in één rechte lijn door. En meneer moet gewoon weer even vast in de stroming komen te zitten. Ik was bijna dood, joh. Lekker boy. Nee, ik ben ook ik hoor een vliegtuig. Nou, ik niet. Dat moet dan in Antwerp zijn. Nee, dit is Sovjet-Unie à la Boetje raket. What the fuck? Oh, ik ben struikeld. Oh, shit. Zo doe je dat dus. Best cool. Met de U-spier kan je doen. Oké, kom doorlopen. Ik ga inhalen. Wil je me laten struikelen? Ja. Jij niet lukken, vriend? Oh, oh, mijn veter. Oh, mijn veter. Oh, mijn veter. Sukkel. Oh, mijn veter. The fuck. Strek je schoenen, man. Oh, mijn veter. Ik heb gewoon geen schoenen meer aan. Dacht je dat? What the fuck? Oh, onderkoeling. Wacht even. Weet je hoe het nog sneller gaat? Holy shit. Kijk hoe gespierd ik ben, jongen. Knokken. Ik heb een grapje. Ah, en wij hebben dat Pokémon. Oh, jij bent echt sterk. Jij kan gewoon dat bord om. Ik ga even andere kleding kopen.
Zullen wij voor de grap gewoon zo op de kleding zo van aan? Ja, maar ik ben nog in mijn werk, hè. Ik heb mijn kleren niet uit. Waarom? Daarna. Goed. Doe het. Hey! Hey! Stop! Stop! Oh, mijn veter. Oh, wacht. Hier, ik heb geen schoenen meer aan. Kom. Oh, mijn veter. Kom in. PvP joint de beste roleplay server van Nederland. Deze? Ja, dat staat er. Waar roleplay realiteit wordt. Waar de slechtste roleplay realiteit wordt. Koproel. Wacht, wil je wat leuks zien? Wat ik kan? Ja, doe. Hoppa! What the fuck? Wil je nog iets leuks zien? Ik kan één karate kick, hè? Ja. Zo, ben op mijn hoofd. Ja. Enge voet in mijn kont. Appetee jongens, eerst een voet in mijn kont. En waar stuurt hij? 21 minuten geleden heeft hij gegeven. En waar stuurt hij? Had je hulp nog maar. 21 minuten geleden. En ik heb het niet gelezen. Wacht. Dus we hadden helemaal niet hoeven. Dus we hadden helemaal niet moeten vertrekken? Nee. Ik had hem nog even een berichtje naar hem toe moeten sturen. Kut! Wacht even, ik heb even op de map kijken. Joh, we zijn er bijna. Nog maar 5 kilometer. Kom. Wacht even. Wat? Hey, Harry Hanshorst. Kies. Nee, dan moet jij in de sommer. Kom. Marathon. Shh.
Ik heb zo'n gare glitch dat als ik mijn telefoon open, dat mijn inventory ook gelijk open gaat, dus dan hoor je mij niet. Dat is kut. Ja, dus je kan mij niet bellen, zeg maar. Shit. Ja, dan moet ik even reel of alleen ja, ik moet zo'n zin. Nee, heb jij de telefoon gekocht of heb jij die gekregen van iemand? Gekregen. Heb je die ook gekregen? Nee, die had ik gewoon toen ik de stad in kwam. Je kent al een beetje mijn 5M of wat? Nee. Oh, dit is serieus, man. Ja, hoe oud is je? 11. Nee. Wacht, er zijn hier trucks. Kom, we gaan er even naartoe. Dat is een trucje counter dan. Ja. Ja, dat betekent dan niet dat we terug staan. Ja, het zou best kunnen hoor, maar. Er staan nog hier twee. Ja. Oké. Hier kunnen we een truck pakken. Ja. Dat is echt. Ik zie hier niks. Kutzooi. We kunnen hier stenen afgeven en dat is wat Sjoerd had gezegd. Je weet dat hier gewoon een garage naast zit, hè? Wat? Kom maar. Thank you.
vrachtwagen pakken dan? Ik zet wel even op de map. Ik heb marker gezet. Stop, dan kan je gelijk een doen. Wacht, wat? Dan kan je gelijk een doen. Nou ja. Maar ik heb in één keer 20k op mijn rekening gekregen. Ja. Nice. Oh ja, trouwens, dat ding, als we nou een standaard hebben, dan moeten we wel even naar de fiets doen. Boeien. Zeg gewoon dat je mij wil helpen. Het enige wat er gaat gebeuren is dat ik even een nachtje gezellig. Dat is niet handig. Emma. Ja. Oké. Okay. Ja. Nederland valt het onder de scooter. Welk? In Nederland valt deze motor onder de scooter. Motorscooter is het. Waarom gaat het niet zo snel? zie mijn middelvinger. Hey, als Popo voorbij komt, steek wel eens middelvinger op. Schijt in de wouden. Schut. We willen toch het criminele circuit in. Precies. Weet je dat we het allemaal op de strafblad hebben, toch? Ja. Een beetje een ambtenaar. Joejoe! Dan rijden we gewoon met 130 van z'n weg. Je moest de andere kant op, Jep. Nee. Oh. Oh shit. Ik wil echt niet weten wat ik voor drijver neem. Maar ik heb gewoon geen geld om een auto te kopen. Dus jij nu wel. Dus je zou die Volkswagen... Echt? Ja. Ja, ik zou misschien het beter kunnen vergokken ofzo. Nee. De sorry? De koekrate in deze stad is heel laag. Dat is echt. Dus dat is echt van de 100. Dus dat is echt tegen mij. Dus de kans dat je wint is vrij klein. Oké. Okay. Dus eigenlijk heb ik 1 op 5. Ja, dus ik zou het niet proberen. Dus ik zou eerder gewoon een Volkswagen kopen of zo. Ja. Dan zou ik ook een Volkswagen kopen. Want dan heb je gewoon een goed autootje. Dit is mijn motor. Is dat de motor? Ja, dat is mijn. Is dit niet dezelfde? Ja. Dit is de mijne. Mooie ding, hè? We hebben dezelfde motor. Ja. Jouw voertuig is ook al niet gekeurd. Nee. Hoe zie je dat? Ja, dat staat links onderin, als je opstaat. Maar zullen we lekker scooter een game ritje doen? Wacht even. Even kleren uitjes uitdoen, hè. Ja, dat ziet er al even beter uit, hè? Ja, ik weet het.
laten we. Rij maar achter mij, Jan. Is goed. Zullen we even een portafoon kopen? Zo? Misschien net wat handig. Maar rij maar gewoon achteraan. Zieke Nike-winkel. Zo. Ik denk dat we wel even wat geld moeten hebben. Komt dat? Misschien moet je je wagen even op slot doen. Ik ga even wat geld pinnen. Ik ook. €500 op. Hoe doe ik het? Want ik heb 20k op mijn rekening. Hoe zit het? Hoe doe ik denk ik? Je aan de rechterkant opnemen. Ja. En dan typ je daarin hoeveel je wil opnemen. Dus ik zou 500 doen. 10k? Nee, 500. Hoeveel? €500 of zo. Ik ga even kijken hoe duur een porto hier is. €800. Dus we moeten allebei nog even 800 pinnen. Hoeveel wil ik? Hier, geef mij eens even €800 zo. Een portofoon, wezen. Oh, ze hebben het hier niet eens in stok, gadverdamme. Dan kan je gewoon praten en dan hoef je niet te bellen, zeg maar, want ik kan niet bellen, zeg maar. Dan moet je ergens anders een portofoon gaan kopen. Ja. Okay. Alleen. Ja, die zijn hier dus niet. En kleertjes? Kom. Ja, dat gaan we nu doen. Ik had al wel een leuk ideetje. Een wijze ideetje? Ja, dat ga ik je zo even laten zien. Nee, dat is het niet. What the fuck? Ja, niet opletten. Is dit voor kutmuziek? Ja. Dit zijn de schoenen ofzo. Nee. Is dat niet? Ja, hier is het. Oké. Dan gaan we beginnen. Een leuk outfitje hebben. Oh wacht,
ga eens naar Torso 86. Torso 1,86? Nee, wacht, we gaan het heel. Nee, dat is niet mooi. Die zwarte trui? Ja. Ah, man. Torso 52? Torso 1,52? Nee. Ah, torso 51. Of nee, we hadden recht staan. 50, 50. Dit is een leuk spijkerjekje. Torso 1,39? Oh, wacht, dat is politie. Ja, dat is ook politie. En 38? Oh, dat is wel leuk. Ja, dat... 38 is wel goed. 38 is wel... Dan moeten we even t-shirt hebben. Daar had ik ook al een perfect idee van. T-shirt 1 of t-shirt 2? T-shirt 1. Ja. Ik had daar al echt een perfect idee van. Torso 75. Torso 1,75. T-shirt. Ja, t-shirt 1,75. Ja. Zo'n kooltruitje eronder. Met welke kleur? Zwart? Ja, is goed. Dat is t-shirt 2 en dan 3. Ja, is goed. Oké, dan ga je naar de arms. Band. Nee, ja. Arms. Arms, ja. 17? Oké, is goed. De pants? Pants, 28. Vond ik wel mooi. Ja, is wel goed. Schoenen, 7. En dan kan je shoes 2. Kan je ook nog aanpassen als het goed is? Ik vind shoes 2 ook wel goed. Shoes 2 en dan ook 2. Shoes 1 en dan 2. Nee, er zijn de standaard. Wacht, dan heb ik wel een betere. Wacht, shoes 1,26? En dan shoes 2. Ik vind dat zwart mooier, hè? Ja, die zwarte? Ja, die shoes 26 in 1. Ik vind dat wel. Ja? Shine, wijze. Shine 1 en shine 2, wijze. Wow. Oh, chain. Shine chain, allemaal te hebben. Oh, daar hoef je niets aan te doen. Oké, helmet. Back. We kunnen op zich wel een helmet doen. Nee. Elf. Helmet. Of 12 bedoel ik, sorry. 12. Helmet. Dus zo'n cowboy hoed soort. Gewoon zo'n hoedje? Ja, dan doe ik. Een andere misschien? Helm 9 vind ik ook wel. LSO. Of nee. Nee, die zijn te standaard. Het moet wel echt een goed leuk zijn, maar. Dus 20. 20. Kan hij in het zwart? Ah, nee. Anders zou het echt geniaal zijn. Oh, dit is ook wel leuk. We kunnen ook zo'n topheetje doen. Die 29. Ja. Nee. Of gewoon zo'n fietshelm. Nee, ik denk dat zo'n helm het beste is.
Nou, misschien is geen beter. Nou, het staat niet bij de outfit die we hebben. Mm-hmm. Alleen, ik kan mijn mask niet aanpassen. Ik heb dat wel een idee, joh. Een bril? 5 misschien. Ik heb glasses 1-8. Rust. Ik vind 5 zieker, eerlijk. En dan wel glasses 2-1. Want dan heb je blauwe glazen. Oké, is goed. Ja? Bags? No, backle. Nou. Ik vind hem wel geslaagd zo. Kost €250. Godverdamme zeg. Op welk moet ik klikken? Hallo, moet ik op enter klikken of? Als je klaar bent op enter. Ja. En dan zie je, moet je heb je hem op, heb je hem betaald? Deze aankoop validariseren. Ja. Heb je dat gedaan? Druk E om de toegang te krijgen tot. Nee, dan heb je hem weggeklikt. Nee, ik heb hem aan. Kijk. Ja, nee, dat weet ik, maar loop er eens uit. Nee, niet eruit lopen. Nee. Klik weer op E. Nee, wacht even. Moet ik op ja of nee duwen nu? Ja, je moet op ja klikken. Submit gebeurde. En give it. Hallo? Nee, Hoe ben jij dood? What the fuck? Ja, de politie is buiten. Meneer de agent. Hallo. Wij staan te winken en meneer, mijn vriend die gaat ineens knock-out. Hij heeft allebei zijn benen gebroken, stond er. Dag, twee heren. Meneer Zinnig staat. Alle twee hun rijbewijs niet. Niet, Er ligt een man dood, weet je dat? Oké, dankjewel. Ah, nou. Die is flauw gevallen. Dat kan altijd. Ja, want wij staan te winkelen en hij valt daar neer. Meneer, mag ik u trouwens fouilleren aangezien je een hostig hebt? Ja, dat probeer ik dus nu even weg te doen, want dat is helemaal niet zo. Ah, oké. Okay. Waar ligt het dan? Chain. Is die weg nu? Nee. Oh, hoe krijg je dat ding af? Decals. Bij decals. Oké, okay, nu is hij wel meer. Maar gelukkig hebben wij opleiding EHBO. En kunnen wij in zoverre wij onze kennis hebben helpen. Ja, nu is die weg. Wat zo. Want wij gingen gewoon lekker samen shoppen. We hebben even nieuwe kleding gekocht. Ja. En toen maar viel meneer, wij dood neer. Laten wij even hier komen. Ja. Ik heb uw voertuig. Welk voertuig is er nu? De links of de rechts? Die rechter. De rechter, oké. Okay. Even voor duidelijkheid. Dus dan zet je Miss La Familia? Ja, Mees La Familia. Ja, top. U heeft geen rijbewijs? Nee, klopt. Uw voertuig wordt dus sowieso... Ja, mee mag gewoon mee, want ik heb helemaal geen zin hierin. Dag meneer. Ja, oké. Okay. Waarom haalt u... Waarom? Want die zijn niet APK gekund. Dat weet ik. En hij heeft ook geen rijbewijs.
plus even ja, wachten. Niks. We hebben wel allebei onze euro. Oké. Ja, dan wel. Waarom doe ik uw praktijk dan niet? Omdat ik gezakt ben. Oh, eerst je eten of drinken of zo. Ja, dan moet je niet iets kopen om te rijden, man. Ja, maar eten, drinken. Ik heb geen idee. Dus. Oké. Okay. Oh god, ik ga echt bijna dood aan water. Lekker dingetjes. Heeft u wat water voor mij? Collega, ik moet daarna schot melden, doe je. Heeft er iemand water voor mij? Ja, ik heb geen water, man. Of heb je nu vriend? Ik heb geen idee hoe dat ik drink of eten geef of weet ik veel wat. F2 spier. Maar ik heb alles aan. Ja. Wacht, en hoe eet ik zelf? Oh ja, onze motors worden afgesleept door meneer de agent. Ja. What the fuck? Waarom? Ja, we hebben jullie hebben allebei geen rijbewijs. En hij is niet APK gekeurd. Ja, maar ik heb een theorie rijbewijs. Ja, maar de praktijk niet. Ja, ik heb dus ook een theorie. Nou, ja, maar... Ik vind dat we opgelicht worden, meneer. Bro. Wij worden zwaar opgelicht. Nee, jou zeg joh! Niet gelijk dreigen. Ja? Ja, u moet niet altijd gaan weglopen, dan straks was hetzelfde verhaal. Oh, nee, ben jij... Heeft hem wel benaamd, man. Ik kon nog steeds uit te zien. Hé, agent, stop even met die taser te richten voor 9. Maar ik wil wegrijden, alleen dat mag niet. Nou, natuurlijk niet, u heeft uw rijbewijs niet. Nee, maar als ik er nog op kan zitten, dat betekent niet... Want ik wil gewoon mijn spul... Hij neemt mijn motor! Zit de motor open, man! What a legend! Oh my god! What a legend! Hij rijdt nu ook illegaal! Lekker bro! Godverdomme! Goeie actie bro! Helemaal geen. Moet je dan niet? Weet je zeker dat je grote mond tegen mij hebt? Schiet hem dood! Waarom moeit jij u? Schiet hem dood! Weet je zeker dat je grote mond tegen mij hebt? Maar misschien moet jij agent worden, hè? Als je constant gaat zeggen wat een agent niet mag doen dan. Je moet gewoon misschien je mond houden. Uitkijken tegen wie je praat. Hij zit je moeder uit te schoon. Ja? Hij zit je moeder uit te schoon. Wie? Die agent. Zit die moeder mijn zit die agent mijn moeder uit te schoon? Hij zit iedereen zijn moeder uit te schoon. What the fuck, man? Je vecht of je zo? Moeder! Je moeder! Meneer, uw lelijke kop staat bij niet aan. Is dat zo? Nee, ho! Mevrouw! Hey, politie! Hey, blijf van de maffia! Au! Ik ga dood! Denk wel. Sta met elkaar! Hey, opkankeren! Hey, bro! 2 in 1 klapje, vieze hondjes. Jij zou dat worden. Knokpartij! Niet waar? Jullie mogen, meneer, u mag verlaten. U mag het hier afvallen. Handen. Wat handen, jongen. Hey, je blijft van neer. Zoek hem neer. Oh, vanmiddag is hier niet van gediend. Oh my god. Nu weggaan, hè. Oké, ik voel me deze weer helemaal top. Oké, meneer, je mag je handen omhoog steken. Dankjewel, ik ben bij deze aangehouden. Wat? Ik ben aangehouden. Gast, die kerel begint me aan. Meneer, je mag ook even aan je handen in de lucht drukken, want je bent ook aangehouden. Dus handen. Zoals ik al zei, je bent aangehouden weer. Meneer! Ik ben advocaat! Ja, dat krijg je zeker. Ja. Kom, oh, meneer, je bent aangehouden weer eens slagen en verwondingen. Hey, waarom neem je mijn vriend mee? Ja, hij begint mij toch te slaan, meneer? Nee. Wacht even aan. Nee, meneer, dit is zelfverdediging! Hij wil een verklaring afleggen, die meneer.
Ja, die andere meneer wordt ook aangehouden door mijn collega, dus... Bro, een of andere... Hey bro, een of andere anonymous stuurt je kankermoeder naar mij. Slaag en verwonding. Ja, dat kan, kunnen we niks aan doen, dus cyberpest. Ik vind dat bedreigingen, ik vind mij gekwetst. Ja, nou, ik ben dus net ook al gekwetst door jouw collega daar. Ik wil gewoon aangifte tegen hem doen. Voor het mishandelen. Ja. En voor kinderporno. Bewaar het kinderporno op je laptop. Oké. No. Heb je wel sexybuurvrouw.nl bezocht? Maar meneer, ik vind... ook op. Nou, meneer. Ja, maar meneer, ik vind eigenlijk wel dat u mijn vrienden moet loslaten, ja, want anders krijg je code 2. Nee. Meneer bent aangehouden weer slagen en verwondingen. Nee. Meneer, je kunt hem wel voelen. Maar meneer, beter schiet u die fake-ass makro daar dood met zijn kap op. Ja meneer, schiet hem alsjeblieft dood. Ik geef je 5 nee. euro. Nee. Oké, ik geef je 5,20 euro. Meneer vraagt om elkaar aan wat u nu kunt zeggen, kan tegengebruikt worden. U vraagt op water en brood. Hij doet veel zo goed. En een telefoontje. Ik denk dat hij zo goed is. Hij don't speak Dutch. Hij is Albanese. Oké, heeft u recht op verstaan. Oké, top. Nou, hij heeft een tolk nodig. Hé, maar meneer, mag ik bij mijn vriend blijven? Hij is mijn advocaat. Ja, ik ben zijn advocaat. En ons mijn tolk. En tolk, ja. Hij kan namelijk niet zo goed Nederlands, man. Begrijp je? Nee, ik niet. Hij heeft een net perfect Nederlands gepraat. Nee, I didn't speak this. Ja, maar nee, door die stoten van die meneer is hij in één keer helemaal de weg kwijt, snapt u? Hij doet veel zo goed. Maar meneer, wat ik niet begrijp, deze man moet meegenomen worden en die twee lopen daar nog vrij rond. Yes, why the fuck they are free right now? I want that they are going to get shellstrap. Ja, want volgens mij werd deze man hier in elkaar geslagen, yes, en werd dat gedaan door die andere man. I am gedupeerd, hè? I want slachterveel. Hey, what the fuck doet u? Wat? Ik sta hier vast. Ah. Meneer, I am, yes. Thanks. Can you shut me in the car, please? Yes, thanks. I want the advocate! Had ik je handboei omgedaan, of heb ik jij al? Ik kon advocaat. Niet doen! Ga niet goed met je aflopen, anders! Ik wil aangifte doen tegen die mensen in die auto! Ik wil aangifte doen tegen die mensen in die auto. Wat is dat? Mag ik bij mijn vriend blijven? Jojo. Tuurlijk mag dat. Maar bro, waarom word ik geboeid? Dankjewel. Wat heeft hij nou gedaan? Bro, wat? Nou, wat doen ja meneer, zoals zij kinderen ja, maar mag ik wel aangifte doen tegen die meneer in de auto? Meneer? Kan dat ik wel kan aangifte zeker doen tegen die meneer in de grijze auto? Ja, dat kan niet zeker. Tegen mij. Ja, dat wilt hij. Tegen mij. Ja. Ja. Maar je mag nu rustig verlaten. Ja, het er... gedaan. Begin te praten. Zwijgerecht. Oké. Okay. Ja, zwijgerecht. Je durft gewoon niet te praten omdat je niet weet wie ik ben. Ik ben helemaal wel. Waarom wil je eigenlijk tegen me noemen? Begin te praten. Jij slaat mij. Jij mishandelt mij. Dat was mijn maat, toch? Ja, wie de fuck is dat dan? Nou, doe ik even aangifte tegen hem, niet tegen jou. Maat. Ik wil gewoon die maat van jou aangeven. Hé, hou je kalm, ja? Anders zie ik jou straks vertellen. Oh, schiet een stuk. Ik gooi even een stuk lood door je hersens heen, hoor. Doe ik eigenlijk mijn range aanpassen, meneer? Meneer, hoe zet ik mijn praatrange zachter? FL.
jongens, we zijn aangehouden. Meneer, ik wil nog steeds een advocaat hebben. Ik wil naar het bureau toe. Kunnen we naar het bureau toe gaan en advocaat van mij? Meneer, hou uw mond, jongen. Nee, ik wil advocaat. Ja, tof. Kan u er zelf in regelen? Nee. Ah, dan heeft u pech. Oké, okay, ik kan daar zelf weer. Nu ineens wel. Ja. Ik denk niet dat, dat er een advocaat is die voor u wilt opkomen. Ah ja, voor een voertuig die APK niet gekeurd is, daar, heb je, daar vallen tegenbewijzen voor te vallen, zeker. Ja, u wordt nu gewoon in de cel gestopt. Ja, oké, okay, dan wordt een advocaat. Ja, top. Ja, ligt eraan, ligt eraan. Ja, heerlijk. Of je geeft me een taakstraf, of ik ga naar een cel doen. Als je mijn taakstraf geeft, dan hoef ik geen advocaat. Daar kijken we zo eens naar. Wat dat we u gaan geven. Meneer, het spijt me heel erg. Ja. Voor wat? Ja, dat weet ik niet. Voor waar je om gaf? Best wel, ja. Oei. Dat is niet goed. Timo! Hey! Hey, miss! Timo! Ik ben sis, niet Timo. I'm free! Oh. Meneer, moet mijn oogscan even hebben. Nee, ik weet dat jij mis La Familia bent. Dus. Nee, ik heb mijn naam veranderd. Nee. In het systeem zeker niet. Nee, in het systeem niet. Moet ik mij even maat voor elkaar? Hier. Hij zit in mijn rechter. Ach, alsjeblieft, je hebt hem. Mai, wat een naam. Hm? Wat een naam. Ja, ik heet Mees Vermeer. Mees Vermeer. Ja, ja. Ik ben de zoon van Piet Vermeer. Meneer, je weet niet meer, je weet niet meer met wie je vocht. Nee. Uw handboeien los. Oké. Okay. Nee, u mag hier inblijven. Anders wordt u getezen. Kan ik weer gaan? Nee, zeker niet. Oh. U moet erin blijven. Ja, die krijgt u ook. Krijg ik ook een celstraf? Ja, dat kan. Gaat er terug in, meneer. Ligt er al. Je gaat er nu in of u wordt getezen. Eerste volgende. Je moet niet altijd... Meneer, hey, we gaan kalm doen, hè? Ja, maar sorry. Ik word gewoon een beetje emotioneel. Oh, jezus. Ik mag geen advocaat spreken hierover. Oh, jawel, je mag daar zeker in bellen. Oké, top. Wacht, was u de meneer met dyslexie? Ja, je hebt dyslexie, hè? Volgens u heb ik dyslexie, ja. Ja, jij kan mij niet vinden, hè, in het systeem. Als jij uw naam in elke letter in drukletter doet, ja, nee, normale mensen is alleen de eerste letter in drukletter. Ja. Dus ik denk dat u dyslexie hebt. Ja. Hè? Ja. Ik zeg, hè. Wat? Hè? Hoeveel dien jij eigenlijk, hè, per maand? Hè? Doe je ook geen antwoord te geven? Nee, omdat dat voor jou kwetsend gaat zijn, denk ik. Oh, ik weet donders goed dat ik veel meer verdien dan jou. Ja? Ja. Daarom ja. Dat je met zo'n brommertje rijdt? Ja. Ik heb veel meer geld, hoor, dan jij de... Ja, meneer. Oké, deze. Gaat u normaal doen, of hoe zit het? Oh, hij pakt zijn pistool erbij. Oeh. Wow. Nou, collega, dit is echt Hey. Dit kun je gewoon niet regelen met deze man. Ik heet Ronnie. Nee. Ik ben Ronnie. Ja, heb je zijn duimer of fijn? Ik ben Ronnie Depp. Wat zegt u? Duimer afdrukken aan.
Kan ik misschien een taakstraf krijgen? Dat moet niet, toch, als je de ID weet. Kan ik misschien 25 taakstraffen krijgen? Nee, je krijgt je taakstraffen niet. Straffen niet. Je krijgt sowieso 5 maanden. Want rijden zonder... Nee, wacht, hè. En slagen en verwondingen. Is 70 maand. 5 jaar is 70 maand. Jij gaat maar 70 maanden geven? Nee, 170 in totaal. 170 maanden geven? De 5 jaar is het als je een rijverbod van 8 dagen... Ja, is goed. Ja, u heeft toch geen ding. Maar, en 5 jaar celstraf. Dus dat komt op ongeveer 70 maanden uit. Ja, kom maar. Laat me maar even ophouden door de justitiële inrichtingen. Die is er niet. Wat een scam. Die is niet, die bestaat toch niet. Meneer, hoe ga ik anders naar de gevangenis getransporteerd worden? Dat, gewoon poef. Nou, jij gaat vliegen, heel hoog. Oké. Aftellen, jongens. Ja, collega, gaat u even aan de kant. Even kijken. En dan gaan we. En? Deze man heeft echt een probleem. Gaan we? Ja? Ja. Ik ga zo. Yeah. Oké, meneer, u weet... U weet uw rechten. En... Ik ga er 50 geven omdat jij het zet, ja? Ja. Oké. Okay. Heel erg lief. Meneer, u weet uw rechten? Ja. We vragen van het kader en dat zeg je tegen u gebruikt door de. Ja. Dat. Ja. Ja, ik ken ze dus. Het leuke is. Wist jij dat ik in 2 levens geleden politieagent ben geweest? Oh. Oh, ik word even geappt door Sissen. Ja. Nou, ja, mag die weg doen? Ja. En hij heeft ook recht op een telefoon, zeg. Als u dat wilt. Ja, ik mag mijn telefoon houden. Dus u wordt veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, vluchten voor politie en voertuig niet APK. Heeft u daar iets op toe te voegen? Nee, eigenlijk niet, want jij maakt mij eigenlijk al. Top. Wat zegt u? Jij maakt mij toch? Nou, oké, stuur me maar gewoon. Dan heeft u 5 maanden. Domme. Ik zit hier 50 minuten in, hè? Sis. Oh, wat erg dit. Please keep your phones in your asses until you're back in your cells.
Ik ga voor de zekerheid ga ik een naam in. Weet je wat? Fijne avond iedereen. Ik spreek jullie later. Ik zit erin. In de bak. En we zien wel volgende keer. Fijne avond.